Zo mensen, we gaan eens lekker in zijn Rummy Cup spelen en ze is happy. Oh, ik voel dat nog wel aan mijn rug, hè, schatie. Tja, daar kan ik niks aan doen. Ik heb ook nog last van mijn rug. Oké. En ik doe het toch ook? Ja, en je hebt een snor. En een koffiesnor. Een koffie. Koffiesnor. Koffiesnor. Kijk maar, ik veeg het tafellijk weg. Ja, dat is wel waar, dat is wel waar. Dus dan gaan we nu eens even wat Rummy Cup spelen. Want het is niet tender en weer buiten, dus het kan elk moment gaan regenen. Dan gaan we ook naar Q All-Stars luisteren. En ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn vlog van gisteren van Centerparks. Jee. Zo, wat heb ik vandaag al allemaal gedaan? Niks. Voilà, mijn maatje zegt het, niks. Hier gewoon geluierd. En dan ook nog met mijn gebuurder wat gepraat. Top. En ook ben ik het aan verluchten van boven. Voilà, ça. Dus dat gaat ook goede, zuivere zuurstof in mijn appartement zijn. En dan ga ik ook deze nacht heel goed slapen. Zit er maar garantie zeker van. En ik weet ook niet als ik via deze weg ook al in mijn vlog al heb gezegd. Ah ja, ik heb er wel over gezongen. Juist. Ik heb ervoor gezongen dat. Dat. Myron mama is geworden en. Els Knol. Papa is geworden. Oh ja. Meneer, dat is een keer goed aan het zeggen. Altijd als ik iets wil doen, dan zit ik in stottermode. Hier van boven, denk ik. Dan straks. Vitter ik mijn maandje weer. Maar niet verlang. Want binnenkort is weer al een verlofdag, mensen. Jawel. Nu moet ik dus tegen jullie zeggen: van amai man, jullie hebben veel verlof. Ja. Amai, merci, kus. Dan zal ik eens even naar mijn vriendin eens roepen. Lievert! Zit hij achter de computer? Ik weet het niet. Als je magen zit, ik ga rapper ko. Laat het hier in de comments weten als dat waar is, ja of nee. Allee, tot ziens allemaal. Jojo. Hoi, kijkers. Ja, er scheelt iets met mijn GoPro. Ik moet daar nog eens goed eens naar kijken. En al, ik ben terug thuis aangekomen om mijn vriendinnetje naar huis te brengen. Ik kan sowieso zeggen, ik ga hier nog redelijk wat werk hebben. Je ziet hier, mijn luchtmatras moet ook helemaal terug platgelegd worden. De tafel moet nog helemaal vrijgemaakt worden. De zetel, wat af was. Er staat nog redelijk wat nog op het programma voor te doen. En wat ik ook nog mee, ze is de kleurboeken vergeten. Ze is haar kartonnen dozen ook vergeten. Die ga ik hier ook wel klaarzetten voor haar. Voilà. Ik heb ook al de kartonnen dozen al klaargezet voor papier en karton morgen. En nu ga ik de fragmenten al laten. Ik ga even naar de wc. Tot zo. Zo mensen, ik ga even zo naar de wc gegaan. Ga ik eens beginnen met de opruimen. Dus de box ga ik terug bij de box zetten waar die ook hoort. Dat is hier dus op de badkamer. Hoi, voilà. Dan de kabelken. Voilà, die hoort bij de box. Hier ben ik niet meer nodig. Dan val ik bijna live in mijn vlog. Wauw. Dan
Deze kunnen we nog gebruiken voor zakken. Deze gaat weg. Deze kan weggegooid worden. We moeten nog wel een nieuwe kartonnen doos nog open doen. We moeten nog een nieuwe blauwe zak nog open doen. Ik moet nog de afwas doen. Dus dat gaan we nu ook nog gauw doen. De afwas. Deze gaan we ook even achter de camera plaatsen. Voilà. Wat heb ik vandaag weer klaargemaakt? Dat was macaroni met kaas en hesp. Dat morgen ga ik de overschot van macaroni en kaas en hesp eten. Deze gaan we ook afwassen. Punt uit. Maar alles wat hier nu ligt ga ik eens afwassen. Voilà. Dus dan ga ik ook nog wat afwas bijhalen. Dat zijn hier de drie glazen en één tas. Voilà, die zet ik hier ook al klaar. Terwijl ga ik nu het water laten vullen. Voilà, het water wordt gevuld. En ik word weer gestoord. Ting, ting. Dus even kijken als hier op de kamer ook nog afwas staat. Ja, één glas. En dan kan ik het toch niet laten om te kijken wie mij heeft gestoord. Ja, dus ik ga even haar beantwoorden. Schatteke, dat mocht je zeker. Je mocht zeker al naar familie dinsdag en zelfs van woensdag al kijken als dat ook nog je lukt. Dus laat het weten. En ik merk hier nu ook nog iets op. Uw medicatiepostje ligt hier ook nog. Dus ik ben wel verplicht om morgen naar u te komen. Dus uw medicatie ligt hier nog. Uw headset ligt hier nog. Dus dan weet je dat. Allee, slaap wel eens. Yo, yo, yo. Ja, want hier ligt redelijk qua medicatie en al nog van haar uit. Die washandjes, die kan ik terug in de zwemzak gooien. Voilà. En ze heeft al gereageerd. En oké, schrijft ze. Ah, oké. Okay. Ah, oké, okay, dat wist ik niet. Maar ik ga nu de afwas doen, dan weet je dat. Allee, jojo! Want ik ben weer al te veel water aan het verbruiken. Die is bij die streepjes gekomen en dan voert dat ook nog eens weer alles water af. Dat hij de tweede pompbak aan het opruimen is, kan ik hier de Rummikub opruimen. Wat ik ook eens vandaag eens heb gedaan, dat is een wierookstokje. Ik zeg het, dat kan goed ruiken. En dan proberen dat staafje met één hand eruit te krijgen. Dat is moeilijk, maar het is mij gelukt. En dan ga ik nog eens even kijken wat mijn schatje nog heeft teruggezonden. Als ik weet waar ik die gsm heb, nu heb gelegd. Geweldig. Ik hoor er... En dan weet ik niet wat ik mijn gsm heb gelegd. Ah, hier. Oké, is goed. Jojojo, zegt ze. Dan mijn kruiden ook nog wegzetten. Voilà. Voilà. Voilà, dat is ook al opgeruimd. Ja, ik ga toch al een blauwe en een zwarte zak gaan open doen. Dan blijven jullie mij ook goed zien. En een zwarte zak heb ik nog, dat is goed. Dat is redelijk zwaar. Dus die gaan we al toewenden, want vrijdag is dan de ophaalronde.
En, ah ja, nog iets. Ik had jullie terecht kunnen zeggen, mensen, als ik deze zak hier heb toegebonden. Ik weet niet hoe lang dat het duurt. Ja-di-da-da-da-da-da-da. Weet je wat? Mensen, ik ga ook al een kartonnen doos al open doen. Dan kan ik daar al het papier al in gooien, die ik hier ook al aan de kant heb gegooid. Waar heb ik die nu gegooid? Hallo, ja, ik heb ze gevonden. Voilà, de eerste papiertjes liggen er al in. Daarna, nu nog de blauwe zak. Daar kan ik dan die kartonnetjes allemaal al ingooien. Zat daar nog iets leegs? Nee. Dan ga ik ook nog eens weer al een ronde doen langs de slaapkamer, want wij pakken ook flessen. Jawel, wij pakken ook flessen mee naar de slaapkamer toe. En soms zijn ze ook dan leeg, 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 leeg. En mijn spuitbus is ook leeg. Voilà. Daar zit niks meer in, dat is goed. Hier nog eens even over alles kijken. Die is sojamelk dus ook op. Is er dan nog iets wat ik hierin kan gooien? Die is ook op. Nog iets van flessen. Ja, ik zie nog eentje staan. Zit dus zo doe ik mijn sweep. S'avonds. Dat het toch weer al wat aangenamer is om in te leven. Voilà. Nu nog de zwarte zak open doen. Terwijl is ook het water weer al wat afgekoeld. Daar ben ik al blij om. Zwarte zak. Zwarte zakken. Ik zal ook nog eens nieuw gaan kopen. Maar ik ben er wel een half jaar mee toegekomen. Want we zitten de vijfde maand. De vierde. Januari, februari, maart, april. Nee, de vijfde. Nu de volgende taak, dat is dus afwassen. Wat afwas ik altijd als eerste, dat ga ik ook dan even allemaal eens introduceren. Dus al het glaswerk, dat steek ik nu als eerste erin. Voilà. Ik heb ook pas een nieuw sponsje genomen voor alles een stukje af te wassen. Spoelwater, dan zet ik die hier ook al op de afdruiprek. Ik kan dat altijd heel snel hoor, afwassen. Daarom dat ik ook blijf vloggen. En dan wil ik ook nog een paar dingetjes, terwijl dat ik toch aan het afwassen ben. Wil ik jullie ook nog een paar dingen zeggen, ook over de livestream zondag. Die gaat dus negen van de tikkels nooit meer op de gesproken uur door. Omwille van, waarom niet, vragen jullie nu af. Waarom niet? Dat is om ene reden. Ik doe dus regelmatig ook al een livestream door de week en al. En die komt toch aan mijn 3 uur livestream om een week. Soms is dat pakken meer dat ik aan het livestreamen ben. Dus nu doe ik ook de kommetjes. Voilà. En het bestek leg ik er ook al in de week. Voilà. Bestek. Dat ik toch aan mijn uren kom. En, dat, ja, en als ik er eens niet kom, ja, dan doe ik het wel zondags.
probeer het altijd, als ik mijn 3 uren heb behaald door de week, dan moeten jullie denken van, oei, oké, dat gaat dan geen livestream zijn zondags. Ofwel van, het begint nu ook weer al goed weer te worden, het begint ook langer klaar te blijven, de temperaturen zijn geweldig buiten. Dus ja, dan blijf ik, mijn maatje en ook mijn lievertje ook altijd leuk buiten zitten met mijn onderbuurvrouw, mijn buurman. Dus, en dan hebben we ook een gezellig gesprek. We hebben vandaag ook weer al gelachen. We hebben fun gemaakt, noem het op. We hebben genoten ook van de zon, dus we hebben ook echt even ook onze oogjes toegedaan. Ik en mijn maatje Chris. Ja, zo van die dingen hebben we dus vandaag dus gedaan. En ja, en als we daar gewoon zitten, wat kan ik daar dan als content maken? Niets. Dan weet je dat. Helemaal niets. Amai. En ik heb vandaag 2 kommetjes macaroni ook opgegeten met kaas en hes, wat ik zelf weer al heb gemaakt. Ik heb zelf... Ja, mensen. Ik begin zelf ook meer en meer terug te koken. Dat is ook goed voor misschien binnenkort de kookvlogs. En ik heb gehoord dat mijn vlog niet online is gekomen. Dus dan ga ik zelfs naar de afwas. Ga ik daar ook weer naar kijken. Terwijl dat ik dan ook... mijn vlog gaat in elkaar steken. Dus als de bestanden worden overgezet, ik zal het zo zeggen, als de bestanden worden overgezet naar de computer toe, dan kan ik wel eens kijken wat er is misgelopen. Maar eerst moet wel eigenlijk de afwas gedaan worden, vind ik. Dat is ergens de prioriteit. Sorry kijkers, maar ik wil ook dat dat gedaan is, want hier stond wel veel afwas. En terwijl dan ook misschien mijn bestanden worden overgezet naar de computer toe. Dat kan soms een kwartier tot 20 minuten duren. Dan kan ik zelf ook nog hier nog wat verder wat een en ander nog wat opruimen. En dan kan ik weer wel verder werken aan mijn vlog. En dan, als die aan het produceren is, ik zal het zo zeggen, aan het produceren, dus alle fragmenten, 1 fragment aan het maken, dan ga ik dat nu even allemaal in de week zetten, mijn 2 tassen. Nu nog even gewoon een handdoek nemen. Voilà. Dus als dat aan het produceren is, ja, dan ga ik richting mijn kamertje toe. Ga ik hoogstwaarschijnlijk ook al richting Droomland toe gaan, maar eerst nog wel ook nog een douche nemen. Want dat staat ook nog op het programma, een douche nemen. Ja, mensen, ik heb nog een en ander te doen, ja. En nu ben ik aan het afdrogen, dat zien jullie. Dus nu lekker de pollepel. Nu een mes. Messen, dat is gelijk de broodmes en de, wat staat hierop? De vleesmes. Ja mensen, ik heb hier scherpe messen hoor. Ho, ho, ho. En dan jullie vragen dan, zeg waarom heb je dan de vleesmes voor nodig? Ah wel, voor de boter te snijden. Dat is vlees hè. Dus pak boter te snijden. Ja, oké. Okay. Sorry als ik het wat grappig doe. Dus er gaat nu echt niks meer speciaals gebeuren. Dus ik ga zo meteen, als ik hier heb afgedroogd, ook de vlog volledig afsluiten. Mijn computer dan ook al aanzetten. Dan kan ik de rest van de afwas doen. Terwijl dat die al de bestanden op de computer aan het zetten is. Ho, ho, ho. Want het gaat veel zijn. Het gaat echt veel zijn. Het gaat echt heel veel zijn van gigabytes dat ik vandaag weer al heb opgenomen. Zodat ik nu deze fragment, ja, dat gaat in 2, misschien 3 stukken zijn.
voor, ja, voor de gigabytejes zo wat uit te sparen en al. Dus dat doet mijn computer, dat doet mijn GoPro wel allemaal automatisch. Dus. Ik ga trekken kijken. Ook voor de vlog van die eigenlijk vandaag moet komen. Ik ben nog twee glazen. Nog één glas en dan kan ik mijn vlog beëindigen. Zo. Dankjewel om weer al een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Zoals altijd zeg ik yo 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 yo